Een domein, zo groot als een kerkhof, met de alle aanwezige graven. Maar ja, er is weinig geld om het te onderhouden. Dus we mogen blij zijn met al die vrijwilligers die zich elke week inzetten om hier alles netjes te houden. Ik zit hier bij Frans van Eiken. Hoe zijn jullie er eigenlijk hiermee begonnen? Wij zijn in 2001, toen mijn vrouw is overleden, toen is Ton Geenen bij mij gekomen om vrijwilligerswerk bij de kerk te doen. Want de kosten waren te hoog voor de kerk. En toen was je allemaal voor vrijwilligers aan het zoeken. Dus dan hebben we like Albert Sporen en Toon Buijzerveld, Wim Dams en Gevers. En zo zijn wij begonnen. En dus geleidelijk is er één bijgekomen. Tot heden, dus hebben we dat heden nog meer 14, 15 man. Okay. En we zitten nu ongeveer, ja, 2001, dat is zo'n 13 jaar, hè. Al behoorlijk bezig, en ja. We doen alles schoffelen, alles de graven bijhouden. Grasmaaien is uitbesteed aan Hans van Rijden. Het grasmaaien niet, maar de kantjes bijwerken doen wij ook allemaal. Maar je hebt nog een andere collega, Frans, en die kan ons nog meer vertellen over de werkzaamheden. Zullen we eens naartoe gaan? Ja, Frans... Ja, de meeste vrijwilligers, waarom gaan die hier eigenlijk aan de slag? Ja, ik denk dat ze vrije tijd hebben en dat ze zeggen, nou, wij vinden het wel mooi als de kerkhof er netjes uitziet. Ja, en dat denk ik dat trekt voor die mensen. Ja. En bepaalde mensen hebben ook hun echtgenotes of hier liggen en ze zeggen, nou, ik wil wel hebben dat er netjes bij ligt. Ja. Is het dan meer iets wat je overkomt dan dat je er echt voor kiest? Ja, dat kan ik eigenlijk niet zeggen, want het is voor iedereen verschillend. Mm-hmm. Hè, die eraan aan meewerkt. De ene komt voor zijn vrouw en de ander voor de man. Dus nee, dat is voor iedereen verschillend. Ja. Ja. En wat voor werkzaamheden voeren jullie dan allemaal uit? Wat doen wij? De blaren opruimen, het gras wordt gemaaid, maar het gras wordt door elders gemaaid, dus dat doen wij dus zelf niet. En dan onkruid wieden. We zijn nu op dit moment de tuin gelijk aan het knippen. En ja, dat is een heel werk dus natuurlijk. En dan graven ophalen die dus wegzakken. Als ze verschillende jaren oud zijn, dan zakt dat weg. En dat halen wij dan weer gelijk op. Houden jullie ook de graven zelf bij? Nou, bepaalde dingen wel, maar daar moeten we zijn de mensen heel gevoelig voor. Als wij dus bijvoorbeeld zeggen, nou, dat zou eigenlijk opgeruimd moeten worden. En dat we het dan opgeruimd hebben, dat we naar de rand klachten krijgen. Jullie hebben dat opgeruimd. Ja. Het ziet er dan af en toe niet uit. Maar we moesten eigenlijk, wat dat betreft, meer zeggenschap erover moeten hebben. Ja. Maar dat is dus niet. Nee, en wanneer mag je dan er wel mee bemoeien? Ja, wanneer. Als wij dus zelf zeggen, nou, het kan niet meer. Nou, dan doen wij het dus toch opruimen natuurlijk. Ja. Maar ja, dat ligt heel gevoelig voor bepaalde mensen. Ja. Ja, je hebt ook mensen die zeggen, ruimen jullie dat op of moeten wij dat doen? Als ze graven liggen met de bloemen en dergelijke erop. En als ze die 14 dagen of 3 weken op liggen, dan gaat het gras eronder kapot. Dus dan vragen wij, ja, mogen we ze dan opruimen? Ja. Ja. Dan halen we gewoon ook wel de linten af die eraan zitten. Maar anders doen we dat dus niet. Nee. Zijn er ook plekken hier op het kerkhof waar mensen begraven liggen, waar jullie altijd wel mee bezig blijven, puur omdat ze vergeten zijn, omdat er niemand naartoe gaat? Nou, nee. Ja, er zijn altijd graven bij die die er nooit niet meer niet komt. Ja? En ja, dan doet automatisch meer en daar krijg je ook geen commentaar over. Maar we moeten er heel voorzichtig mee zijn, mee ruimen, maar... Ja, mensen die komen dus nooit meer natuurlijk. Of er is niemand meer van. Hè. Dat kan dus ook. Ja. Maar ik denk dat jullie het super druk hebben hier. Want bij de Porgie hebben we nog een ander kerkhof. Ja, de andere kerkhof is van de gemeente. En dit is van de kerk.
wij houden af en toe bepaalde dingen bij. Op de oude kerkhof doen wij dus ook nog bijhouden. Maar het gros, dat doet schijnbaar de WVK. Ja, hoe komen jullie hier aan materialen? Jullie zijn vrijwilligers. Worden jullie ergens een beetje gespekt? Of, Nou, het materiaal al wat wij dus hier hebben, is van de kerk. Dat betaalt de kerk. Ik ben dus wel het aanspreekpunt hiervan van de groep. Als wij dus gereedschap nodig hebben, dan praat ik dat eerst met het bestuur van de kerk natuurlijk. En dan gaan we hier, als we hier kunnen, hier in Bergijk, onze spullen halen. Ja, dus dat gereedschap, al wat wij hier hebben, is van de kerk. Ja. Ja, we hebben hier net gezellig met jullie koffiepauze mee mogen hebben. En jullie hadden daar ook een fly. Hoe komen jullie daar aan? Nou, het zit namelijk zo. Ik mag hier bij de C1000, ga ik iedere keer een kan koffie halen van 2,5 liter. Die krijgen we dus van de C1000 aangeboden. Oh, daarnaast breng ik een fly mee, of melk, of suiker en dergelijke dingen. En die betaal ik, daar neem ik een mondertje van mee. En dat kan ik bij de kerk indienen. En dan krijg ik dat geld dus weer terug. Ik moet er even voorschieten. Of eigenlijk voorschieten niet, want ik vraag iedere keer €50. En dan, als die op zijn, ja, dan ga ik weer terug naar de kerk. En dan krijg ik weer €50. Kan ik weer even vooruit. Maar we krijgen ook wel eens een fly van mensen die zeggen, god, jullie houden daar zo netjes bij. We krijgen ook wel eens een presentje, dus daar hebben we centen krijgen. Maar daar hebben we dan een potje voor. Als wij dus, wij krijgen ieder jaar ook een aanbieding van de kerk dat we een avond mogen doen. Maar als we dan niet als we over het budget heen gaan, dan kan ik dan bij spekken met dat potje dat we dus van de mensen krijgen. Dus, ja. Ja. Wat maakt het vrijwilligerswerk hier op het kerkhof nou de moeite waard? Ja, daarom dat we dus van de mensen presentjes krijgen. Dat ze zeggen, goh, wat ziet er de kerk mooi uit. En daar doet het dan eigenlijk voor. En dan zeggen ze, ja, ik ga dat vrijwilligerswerk doen. Ja, ik vind het ook leuk. Jullie doen het ook al een tijd, hè? Ja, we zijn gestart in 2001. Maar toen was ik er dus nog niet bij. Toen had ik nog andere bezigheden. En sindsdien zit ik nou 1 jaar of 10 hier. Ja, met heel veel plezier. Ja, en we kunnen goed overweg met z'n allen. Dus dat is ook heel belangrijk. Hè? Ja. Ik zie hier alleen maar mannen rondlopen. Helemaal geen vrouwen. Hoe komt dat? Ja, dat zou ik ook niet durven zeggen. Ze mogen er wel bij, toch? Ja, ze mogen. Als ze erop komen, dan komen wel vrouwen hier. En dan zeggen we wel eens ooit, die moeten niet zoveel komen. Want die buurt is te veel. Hè? Dan houden we die mannen van het werk af. Dus nee, waarom dat er geen vrouwen bij komen, weet ik niet. Nee. Ze denken dat mannenwerk is. Ja. Ja. Maar dat is dus niet zo. Nee, helemaal niet. Want er mogen best vrouwen bij komen. Ja. Ja. Als er nou iemand zit te kijken en die denkt, nou, dit is inderdaad werk, wordt gewaardeerd, het is echt nodig. Kunnen ze dan hier gewoon aankloppen? Ja, natuurlijk. Ze komen wel hier en zeggen ze, kunnen jullie die een boom er niet uithalen of die strijken? Nou, dat doen wij dus natuurlijk. Ja, ja. Ja, en als ze zelf vrijwilliger willen worden, kunnen ze dan ook? Ja, we hebben nou op een gegeven moment een stopper opgelegd, dat we te veel hadden. Want dan kunnen we niet meer in de keet voor de koffie te drinken. Hè? Ja. Dus dan komen ze in de wacht staan, zeggen wij dan. Hè? Ja. Maar jij werkt hier volgens mij het langste. Ja. Ja, zijn er nou ook in al die jaren ook nog leuke, grappige anekdotes geweest? Die, Nou, we hebben al zoiets dat ze zich graf aan het maken waren. En dan hebben ze het laddertje vergeten dat je niet meer uit kon. En dan hebben we eens... Dat is pas nog gebeurd met iemand die was zijn fiets kwijt, die had ze weggehaald. Dan zijn wij allemaal gaan kijken, wezen zoeken. En dan kwam je erachter dat hij zijn auto bij had. Die had hij op de C1000-plein staan. Kan ik hier even doorheen? Ja. Ja? Hoe ben jij eigenlijk vrijwilliger geworden hier? Nou, ik ben vrijwilliger geworden omdat ik op een gegeven moment een paar collega's van mij die ik heel goed ken, op een gegeven moment ook, en ik vind het heel dankbaar werk. Ja. En nog steeds met veel plezier? Steeds met veel plezier. Als ik het niet met plezier en toewijding doe, dan zou ik het zeker niet doen. Nee. Oké, okay, ja. Lukt het een beetje? Want wie ben jij? Ja, dat lukt vrij aardig. Dat is heel dankbaar werk. En ik zit nu al een paar jaar thuis en het is gewoon voor tijdsverdrijf eigenlijk. Ja. Heel dankbaar werk is het. Gaat het goed hier vandaag? Ja, buiten gewoon. Het is een beetje warmer, maar verder is alles prima. Ja.
Maar het is toch wel de moeite waard om hier vrijwilliger te zijn? Ja, het is een heel dankbaar werk. Ook de nabestaanden van de mensen die hier liggen, die worden wij geregeld eens getrakteerd op de een en ander. Dus heel dankbaar werk, ja. Mooi zo. Ik krijg altijd complimenten dat de keurig uitzien. Dat is al heel, heel goed. Ja. Ja. Gaat die goed hier? Ja, het ging goed hier. Hè. Ja. Van elke woensdag hier samen bij elkaar. Hè. Dat is ook in punten. Ja. Ja. Hoe lang doe jij dat al? Ik doe het van 2001. Dus ik ben mee van de eerste die het hier begonnen is. Ja. En waarom ben je hier vrijwilliger geworden? Nou, dat zal ik nou zeggen. Door een kleinzoontje van me. Ja. En toen die begraven is, toen zag ik dat ze hier bezig worden. Toen zei ik, ik kom hier wel eens helpen. Op die manier, hè. Ja. Hard aan het werken, zie ik. Ja. Hoe ben jij hier verzeild geraakt? Ik kwam toen in de futterrechten. Ik heb eerst bij de WVK gewerkt. En toen kwam ik in de futterrechten en toen wou ik hier vrijwilligerswerk op de kerkhof doen. Ja. En het bevalt? Bevalt me goed. Ja. Maar dit is wel wat anders, hè, Harry. Ik had begrepen dat je vroeger een slijterij had. Ja, dat klopt. Hoe ben je dan hier zo terecht gekomen? Dat is toch goed? Ja, ik ben al lang gepensioneerd. Ja? Ik ben 74. Ja. En waarvoor heb je dan voor dit gekozen? Huh? Ja, het is gewoon vrijwilligerswerk. Gewoon nou, koffie en vlaaien. Nou. En omdat hoort iemand moeten doen? Huh? Ja, gewoon voor alles. Hè. Gewoon, ja. Maar als je zo lang bezig bent, dan weet je natuurlijk ook nog wel een mooie anekdote. Ja, op een gegeven moment wordt hier daags van tevoren een graf gegraven. Hè? En dat was tegen carnaval. En op een gegeven moment komt hier zo'n dronken man het kerkhof op en die valt in de graf. Dan komen de volgende dag komen een paar oude vrouwtjes, zal ik maar zeggen. Die hebben een bloempot bij. Die was geweest halen bij C1000. En die komen net van de graf en dan stak hij in één keer zijn kop nog. En die vroeg, hoe laat is het? En die vrouw sloeg die bloempot vallen en die honderd kerkhof vallen. Ja, dat je nou direct wel niet met ons werk te maken, maar dat is... Dat gebeurt hier wel dat iets. Gebeurt, ja. Dat gebeurt dan wel eens. Ja. De een die staat te werken, de andere staat stil? Ja, maar dat is hier heel dikwijls te doen hoor. En ja, dan moeten ook mensen zijn die is een beetje rusten af en toe. Hè? Ja. Ik ben uiteindelijk de oudste van allemaal, dus... Ik mag af en toe wel een keer rustig denken. En ben je dan ook al hier van het begin af er al bij? Hè? Nou, ik ben hier al 11 jaar bij, denk ik. 10, 11 jaar, zoiets. Ja, ja. En hoe ben je hier eigenlijk bij gekomen? Nou, ik liep hier langs het kerkhof en toen was er iemand aan het werken daar. En die riep me en die zegt, is er niks voor jou hier vrijwilligerswerk komen doen? En dan ben ik erheen gegaan en... Ik heb geen woensdag meer overgeslagen. Zo gezellig. Oh, gezellig, gezellig. Het is natuurlijk op een kerkhof niet gezellig. Maar we hebben zo'n gezellige groep hier. Daar we dus iedere woensdag aanwezig zijn praktisch. Voor deze opname dacht ik dat het best wel een saaie bedoeling was hier op het kerkhof. Maar ja, nu ik hier langs ben geweest, schijnt het toch anders te zijn. Het kan hier best gezellig zijn. En deze mensen die zetten zich belangeloos in voor hetgeen wat hier gewoon moet gebeuren. Anders zou het hier één grote rotzooi zijn. Dus bedank hun ook een keertje. En natuurlijk nog vele andere vrijwilligers, want daar zijn wij naar op zoek. Dus ken jij iemand die zich belangeloos inzet voor hetgeen wat gewoon moet gebeuren, gewoon puur omdat er geen geld voor is? Stuur dan een mailtje naar info@localtv.bergijk en wie weet komen wij langs. Tot ziens!